Jesse heeft het mooi gezien. En Nicky heeft het ook heel goed gezien. Die ziet trouwens alles. De doop met water, bij die mooie doopvond en de drie symbolen van doopkleed, zalving en doopkaars. De ouders naar de plaats toe gaan. En de doopoorkonde geef ik nu aan de ouders. Moeder van uw zoon, hebben Bram, Tim en Sien gedoopt en gezalfd in uw naam. Hoor nog ons gebed voor de toekomst van hen. En binnen. God, onze Vader, wij vragen dat de Bram, Tim en Sien onbezorgde jeugdjaren mogen hebben. En dat zij een leven mogen worden met mensen die alleen maar het goede met hen voor hebben. Laat ons bidden. Heer. Om af te breken, maar om te strelen en deze wereld op te bouwen tot iets wat zeer goed is. Laat ons bidden. Heer, onze God, wij bidden u voor ons. Daarom is bidden belangrijk. Bidden is eigenlijk praten met God. Een andere vorm van praten. Maar dus ook een vorm van gesprek. We willen stil worden en met elkaar met onze Vader bidden. Wat is dit staan? Dat is in de 15. Maar ik ga vragen van iedereen het gebed. Als je hoofd kent. Dit gebed willen we bidden. En ik wil de ouders uitnodigen om ook niet te lang te wachten met dit gebed. Amen. En zingen.